Goedenavond, goedenavond allemaal. Ja, geweldig dat jullie er met zoveel zijn. Goedenavond bij deze avond over Katipiri in Hongarije, achter de façade van Orbán. En de hele zaal zit chockvol, er staan zelfs nog mensen te wachten. En dat is des te meer geweldig omdat jullie met z'n allen door dat miserweer gekomen zijn. En toen op weg hier naartoe, onder die paraplu, dacht ik, het is eigenlijk ook wel een beetje gepast. Want we kennen allemaal die term uit 1968, de Praagse lente. En waar we het nu eigenlijk over hebben, is toch een beetje de Hongaarse herfst. Dus het weer werkt mee, zogezegd. Ik zag dat ook best wel, ik hoorde dat eigenlijk, dat er toch best wel wat Hongaren in de zaal zijn. Sia, sia, watch, watch. Katie moet lachen. Ik heb net geoefend. Ja, over achter de façade van Orbán. Dan hebben we het over Orbán, hè, die Hongaarse premier. En ik weet niet of u het weet, maar hij studeerde in 1988 studeerde hij een jaar met een beurs van de Soros Foundation. Studeerde hij in Oxford. En hij richtte in de tijd van de Sovjet-Unie richtte hij de dissidentenbeweging Fidesz op en streed toen voor vrijheid. En diezelfde man werkt nu al 8 jaar als premier systematisch aan het ondermijnen van de rechtsstaat en aan het uithollen van de democratie. We horen daar vanavond meer over, maar we hebben het over het hinderen van de onafhankelijke rechtspraak, het hinderen van de vrije pers, of die eigenlijk zo goed als sluiten. Hij hindert NGO's en hij misbruikt EU-subsidies niet zelden ten bate van zijn eigen familie. Die familie is intussen miljardair. Wat veel minder zichtbaar is echter, is de totale controle die Orbán met zijn Fidesz uitoefent op de hele samenleving. Want wie vandaag de dag kritiek heeft op Fidesz of op Orbán, die is eigenlijk zijn baan niet meer zeker. En tot nu toe kwam Orbán daar steeds mee weg. Totdat onlangs Europarlementariër Judith Sargentini haar rapport presenteerde aan het Europarlement. Ze zit hier. Ja, dit valt je overal ten deel nu, toch? Ja, geweldig. Nou, ze vond daar een 2/3 meerderheid voor een strafprocedure volgens artikel 7. En dat wordt ook wel de nucleaire optie genoemd. Collega in het Europarlement Katipiri is geboren in Hongarije. Haar familie woont er, ze komt er geregeld. In haar werk, zo kennen we haar als de Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement. En als zodanig is zij al intensief bezig met dus een andere autoritaire leider die steeds repressiever wordt. Maar op een gegeven moment dacht Katipiri, hoe zit dat nou in mijn geboorteland? En ze ging op pad. Kati, kom je even naar voren? Oh, je moet even een microfoon pakken. Ja, heel goed. Ja, want ik zeg, je bent geboren in Hongarije. Voel jij je ook Hongaarse? Ja. Oh, hij doet het niet, maar die hoorden jullie wel. Ja, ik voel me Hongaars. Dat is goed. Is allebei, dat is... allebei mijn ouders zijn Hongaars. Ik ben er ook geboren. We spreken thuis Hongaars. Dus ik voel me minstens net zo Hongaars als Nederlands. Ja. En is er iets wat je zou omschrijven als een typisch Hongaars levensgevoel? Nou, ik zeg altijd, met mijn hoofd ben ik wel heel Nederlands, maar met mijn hart eigenlijk heel Hongaars. Dat is, hoe leg je dat uit? Ik heb, weet je, als ik Hongaarse muziek hoor, dan gaat mijn hart iets sneller kloppen. En dat heb ik niet zo snel bij typisch Nederlandse muziek. Oké, okay. En wat behelst dat nog meer, dat echte Hongaarse levensgevoel? Iets wat ons zou kunnen helpen om iets meer te gaan begrijpen van Hongarije? Oeh, ook nog, dan wordt de opdracht ja, wordt nu ingewikkeld, hè? Je komt niet meer weg met Jan Smit. Nee, ik snap het. Nou, Hongaren over het algemeen houden er eigenlijk niet zo van om over politiek te praten. Dus wat dat betreft ben ik dan weer misschien niet zo Hongaars door ook de politiek in te gaan. Je bent wel gereserveerd, je praat niet te veel over jezelf. Maar Hongaren hebben ook misschien soms iets neerslachtigs, hè? Melancholisch, denk ik altijd. Eigenlijk ook. Dus als je een Hongaar vraagt, hoe gaat het met je, zegt hij vaak, megvagyok, dus het gaat. Hè? Ook als het heel goed gaat, het is altijd het gaat. Dus dat is een beetje de Hongaarse stijl. Niet te veel overdrijven. Hey, en hoe vaak kom je in Hongarije nu? Mijn opa en oma leven al helaas heel lang niet meer. Dus in ieder geval nog minimaal eens per jaar. En vaak tegenwoordig alleen nog maar om mijn moeder naar Hongarije te brengen. Even familiegedachten zeggen en een paar maanden later weer mijn moeder op te halen. Om weer terug te komen naar Nederland. En ben je dan lang genoeg daar om iets te merken van, zeg maar, ja, het meer autoritaire,
de autoritaire politieke cultuur? Nou ja, misschien niet zozeer door aanwezig te zijn, maar al mijn familie woont daar nog. Op mijn moeder en mijn zusje na zitten alle familie in Hongarije. Dus daar heb je natuurlijk contact mee. En ik spreek Hongaars, ik lees Hongaars. En als ik bij mijn moeder in het weekend in Utrecht ben, dan ben ik ook verplicht Hongaars tv te kijken. Dus het is wel zo dat ik het Hongaarse nieuws goed meekrijg. En in het Europese parlement natuurlijk ook met Hongaarse collega's vaak spreken over de situatie. En op een gegeven moment dacht je, ik ga een film maken, want die gaan we zo meteen zien. Wat was er wat je te weten wilde komen? Wat was er dat je niet begreep? Nou, het ging eigenlijk vanuit Nederland uit. In 2004, toen ik ooit stagiair was in de Tweede Kamer, en dat was het jaar dat Hongarije en heel veel andere landen ook lid werden van de Europese Unie, hadden we een bestseller in Nederland, dat was Geert Mak, in Europa. Dat was zo'n hele dikke pil. En iedereen om me heen las toen dat boek. En er was een nieuwsgierigheid naar Oost-Europa, naar de landen daar. Er was ook een gevoel, eindelijk is dit continent herenigd. En zo lang geleden is 2004 nog niet. En als ik vandaag de dag vaak in zaaltjes gesprekken heb, ook over Oost-Europa, over de uitbreiding, krijg je vaak de vraag, was dat niet een fout om die landen toe te laten? In plaats van naar elkaar toe groeien, zijn we meer uit elkaar gegroeid. Ook als ik als politicus spreek over Hongarije, gaat het altijd over die man, Viktor Orbán. Oh, hij staat er niet meer op. En ik dacht, er is ook wel iets veranderd in Hongarije. Als je nu jongeren spreekt in Hongarije, die kijken toch echt heel anders naar de samenleving dan een oudere generatie. En in welk opzicht kijken ze anders ernaar? Ze hebben het communisme niet meegemaakt. Jongeren zijn zeer pro-Europees, dat zal je straks ook zien in de documentaire. En ze reizen. Ja, ik bedoel, misschien kunt je niet voorstellen, maar mijn moeder, toen ik werd geboren, was ze natuurlijk nog nooit naar het buitenland geweest. Haar eerste tocht was naar Nederland om daar meteen te komen wonen. In communistische tijd reisde je niet naar andere landen. En dat is natuurlijk nu voor de jeugd ook in Hongarije heel anders. Dat is eigenlijk goed nieuws, zeg je. De geest gaat meer open nu. Ja, maar ik denk ook dat heel veel kritische mensen juist wegtrekken. He? Dus er zijn nu ongeveer 600.000 Hongaren, jongeren, hoogopgeleid, vaak, die juist naar andere Europese landen gaan. Vroeger was dat misschien deel van de oppositie geweest in zo'n land. En nu denk je, ach, weet je, of je kunt geen baan vinden, of je bent het gewoon echt zat daar. En dan kan je ook makkelijker natuurlijk je spullen pakken en in een ander land gaan werken. Maar daarmee krijg je in feite misschien een soort negatieve selectie voor de populatie in Hongarije zelf. In die zin dat je de soortelijke dichtheid van zeg maar conservatief rechts en extreem rechts wordt veel groter. Ja, ik maak me daar natuurlijk heel veel zorgen over. Dan moeten we denk ik ook niet zeggen alsof alle Hongaren die zijn weggetrokken alleen maar oppositie-minded zijn. Maar ik maak me er zorgen over dat er in de Hongaarse regering niet wordt nagedacht, hoe houden we de talenten hier in het land zelf om ook over 10 jaar, over 15 jaar dit een welvarend land te maken. Ik denk dat Orbán er niet zo'n probleem mee heeft dat dit de jongeren zijn die wegtrekken. Hey, en bij het maken van de film tot slot, is er iets geweest wat je verraste? Waar keek je van op? Alles verraste mij. Maar dat is misschien ook hoe naïef je in zo'n project stapt. We dachten, we willen het andere kant van Oost-Europa laten zien. Dus we hadden eerst een hele map, een hele tour. We gaan eerst naar Polen, dan gaan we naar Tsjechië, dan gaan we naar Hongarije. En op een gegeven moment dachten we, oh ja, maar praktisch gezien, ik spreek die talen niet, mijn medewerkers niet. Moeten we overal tolken? Nou, toen werd het Hongarije. Toen was het idee, we gaan korte filmpjes maken per onderwerp. Korte filmpjes van 5-6 minuten. En uiteindelijk, we hadden alles al geschoten, werd er toch besloten van nou laten we er maar 1 documentaire van maken. En wat ik leuk vond is vooral eigenlijk hele verrassende gesprekken. Een aantal afspraken maak je, maar je maakt ook een aantal interviews natuurlijk met mensen gewoon op straat. En eigenlijk, jullie zullen het straks zelf zien. Heel leuk. We gaan nu kijken. Ja. De documentaire is gemaakt door Wouter Boy, Achter de façade van Orbán. Veel plezier. Welkom aan ons panel. Katja Pieri kennen jullie, hè? Weten we nu meer van dan voorheen.
Judith Sargentini, zei ik al, Europarlementariër van GroenLinks. En we hebben Tijn Sade. Hij werkte eerder in Hongarije als correspondent voor de NRC. En nu zit hij in Brussel als correspondent voor NRC en NOS Radio 1. Tijn, ik kom zo bij jou. Ik wilde even beginnen bij Judith. Ja, fijn dat je hier bent. En nou ja, mensen weten dus ook al wat jij inderdaad hebt gedaan met die... met dat rapport voor jou. En niet iedereen heeft natuurlijk die 70 pagina's gelezen. Het is niet idioot veel, maar 70. He, net hadden ze het over, wat was het, 7600 verkiezingsprogramma. Maar wat was nou wat het EP en jij, maar jij bij monden van het EP Hongarije, het zwaarste aanrekent? Ja, daar begin ik niet aan. Want de suggestie is, als ik er één uithaal, en dan zou de suggestie zijn dat als je dat verandert, dat het dan weer oké is. Terwijl het probleem is dat vanaf 2010 je eigenlijk stelselmatig een afbreuk van de democratie in dat land ziet. Er is een hoogleraar in Boston, mevrouw Kim Lane Scheppelen, die een fantastische uitleg heeft over hoe je in 7 stappen van een democratie naar wat zij een Frankensteinstaat komt. En eigenlijk zie je dat die 7 stappen in Hongarije doorlopen zijn. Eerst zorgen dat de scheidsrechters wegvallen. Dus rechters in het Hoge Gerechtshof of in een constitutioneel hof vervangen. En dichter en vervangen door mensen die luisteren naar de regering. Dan de media in handen krijgen. En zo stapje bij stapje. En dat is wat, nou ja, goed doorgevolgd is in Hongarije. Waardoor mensen... momenteel kijk naar het interview van die ouders met die kinderen aan het Balatonmeer. Als je niet heel erg je best doet, krijg je in Hongarije alleen nog maar het nieuws mee wat de regering wil dat je hoort. En het is dus niet zo dat als we nou pak een beet de wet op het hoger onderwijs weer aanpassen, dat je dan geen probleem meer hebt. Nee. En geldt dit heel Hongarije of is het een kwestie van stad, platteland? Orbán is een man van het platteland. Nee, dit geldt in heel Hongarije. Want kijk, op het platteland, en zeker als je niet over een computer beschikt, maar dit soort dingen weet Kati beter dan ik, dan kom je helemaal niet meer aan alternatief nieuws. Maar het recht voor NGO's om hun werk te blijven doen, dat geldt natuurlijk overal. En het vervangen van rechters. Afgelopen week nog heeft de regering een nieuw wetsvoorstel naar het parlement gestuurd om een nieuw administratief hof op te zetten. Wat zich dan ook zeker zou gaan richten op zaken die de regering aangaat. En het aantrekkelijke van een nieuw administratief hof is dat je ook alle rechters opnieuw kunt benoemen. Nou, dan weet je zeker dat je alleen maar rechters benoemt die de regering niet onwelgevallig zijn. En dan wordt de minister van Justitie ook nog de ruimte geboden om een rechter aan te wijzen of af te wijzen. Dus ja, dat raakt uiteindelijk iedereen. Ja, en het Europarlement heeft met een meerderheid van stemmen dat rapport eigenlijk aangenomen. Er wordt nu dus een artikel 7 procedure gestart. Waar staan we nu? Hoe staat het er nu voor? Een meerderheid van 2/3. Hè? Laat ik dat benadrukken, want er was al vanaf 2010 heeft het Europees Parlement resolutie na resolutie aangenomen. Er was altijd een meerderheid voor, maar 2/3 is echt nog wel iets heel anders. Ik had ook niet zomaar verwacht dat we dat gingen halen. Dat was tot het laatste moment zeer onzeker. Waar staan we nu? Nou, ik ben uitgenodigd maandagochtend om 8:00 om met ministers van Europese Zaken en Algemene Zaken in te overleggen in Brussel, dus van de Europese lidstaten. Want maandag hebben ze een General Affairs Council. En het is nu aan de Raad om dit rapport verder te trekken, zelf een onderzoek te doen en dan uiteindelijk hopelijk sancties af te kondigen. Maar de Raad heeft al een ander rapport onder zijn hoede over Polen. Dat is in november of december 2017 door de Europese Commissie begonnen. Eenzelfde soort artikel 7 procedure. Nou zijn ze al 3/4 jaar heel geduldig over aan het praten met elkaar. Dus ik weet niet zo goed... Want de Raad van Regeringsleiders moet uiteindelijk met unanimiteit beslissen tot zo'n tot strafmaatregelen. Ja, maar dat betekent dat de Italiaanse vicepremier van Lega daarmee moet instemmen, dat de Poolse premier moet instemmen.
die kans lijkt mij niet zo groot. Nee, en ik maak het nog wat ingewikkelder voor je. Als ze dat eenmaal zouden hebben gedaan, dan moet het nog een keer terug naar het Europees Parlement. En dan moet hij er weer over stemmen. En dat wordt, als dit al gebeurt, sowieso pas na de Europese verkiezingen. En dan heb je ook de kans dat daar een ander soort samengestelde parlement zit. Wellicht ook wel een stuk populistischer. Dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk is dit een politiek proces en gaat het over politieke wil. En denk ik dat het feit dat 2/3 meerderheid in het parlement voor dit rapport gestemd heeft, ook een enorme mentale steun is voor mensen in Hongarije. En het lidstaten ook moreel verplicht om een volgende stap te zetten. Laten we het, als je het technisch bekijkt, is het een lost case. Als je het politiek bekijkt, is het een ongelofelijke mijlpaal. Oké. We gaan zo meteen nog met elkaar in debat. Ik wou even naar Tijn Sade. Want ik zei het al, je woonde eerder in Hongarije. Wanneer ben jij daar weggegaan? Ja, je hoeft niks te doen. Hij gaat gewoon aan. Zeker, dat regelen ze boven. Je moet hem alleen dicht bij je mond houden. Sorry. Dicht bij mond. Dichterbij. 2001 daar begonnen als correspondent tot 2009. En daarna naar Brussel gegaan als EU-correspondent. Maar ook van daaruit nog steeds veel reizen naar Midden-Europa, Oost-Europa, Balkan. En dan vaak met verhalen van bijvoorbeeld jullie in het achterhoofd. En daar dan weer zeg maar spiegelverhalen terughalen. Dus je blijft daar wel naartoe gaan. Als je het niet erg vindt, wil ik eigenlijk meteen even reageren. Of wil je eerst specifiek iets horen over wat ik heb zien veranderen in al die jaren? Ja, bewaar je debat, denk je, voor zometeen. Okay. Vertel jij eventjes of jij zeg maar tussen 2001 en 2009... zag jij toen al zeg maar die onttakeling van de rechtsstaat, zag je dat toen al beginnen? Nou, eigenlijk nog niet. Nee. De heer zegt een hele eigenlijk ontzettend goede sfeer. Hè. 2004 was dichtbij, de toetreding. Maar ik heb nog wel net... Orbán moeten we in beeld hebben. Orbán was toen nog net even premier. Hij was van 98 tot 2002 al even een keer premier. En we hebben eigenlijk toen als correspondenten hebben we zo zijn laatste jaar zien doormaken. En hij werd verslagen daarna. En onder de socialisten, sociaaldemocraten, is Hongarije lid geworden. En ik kan me ontzettend goed herinneren een persconferentie die we hadden met hem. Dat was eigenlijk altijd wel leuk. Het was een beetje pesterige persconferenties. En toen zei Orbán op allerlei stekelige vragen van ons. Hij was toen al een klein beetje harde taal aan het gebruiken richting Brussel. Toen vroegen we hem daarnaar en toen zei hij van... Hey guys, there is always life outside of the EU. En wij lachten daar toen om, maar ik denk er nog wel eens aan. Dat was eigenlijk meteen al de ware Orbán die we toen gezien hebben. Daar heeft hij altijd gedacht... Hey, er is ook buiten de EU leven en vooral, ik ben eigenwijs, ik ga het op mijn manier doen. Hij heeft wel even daarna iets van 8 jaar moeten wachten en daarna toen is hij speelde die hele migratiekwestie speelde nog. Totaal niet, nee. Wat was toen zijn antipathie tegen de EU? Toen al meteen, want daar hebben we het eigenlijk te weinig over. Kijk, dat migratieverhaal, dat is natuurlijk heel symbolisch en daar zijn we met z'n allen in Europa mee bezig geweest. Het speelt eigenlijk helemaal niet meer. We hebben het over jouw rapport gaat over iets totaal anders. Het gaat over corruptie. En over gewoon een failed state, zou je bijna kunnen zeggen dat het niet helemaal is. Maar toen al, en dat sentiment moet je veel meer in de gaten houden. Toen al ging het over dat Hongarije met haar specifieke cultuur niet ondergesneeuwd zou mogen raken in de EU. Wij doen het anders. Dat is altijd het typisch Hongaars. Wij zijn nou eenmaal anders. Jullie begrijpen ons niet. Dat sloeg toen al natuurlijk heel goed aan. En je zag al op dat moment al veel West-Europese Nederlandse bedrijven naar Hongarije komen. En dat een beetje dat wat later heel erg zo gevoeld is, is een beetje dat rape and plunder gevoel. Dat diende zich al aan. Wat is dat? Dat waren West-Europese bedrijven. Wij die daar naartoe kwamen en ja, daar heel hoog en goed opgeleide mensen troffen, maar die wel 300, 350 euro bleven betalen. Ja, dat kun je moeilijk verdedigen natuurlijk. Ja, daar hadden we het allemaal niet over. En die onvrede die heeft Orbán toen al heel goed aangevoeld. Nou is het wel een pragmaticus, want het is een man die pro-Europa is en hij stond op de barricade in 88. Oké, dat is één verhaal, maar hij voelde meteen aan, hey, dit moet ik gebruiken, dat is munitie. Ja, want in mijn introductie zei ik natuurlijk niet voor niets dat hij in 88 zelf met een Soros-beurs in Oxford studeerde. Hongarije heeft ook ongelooflijk veel baat gehad bij Europese subsidies. Hoe zit het dan bij dat daar niet, dat they're biting the hand that feeds them, zou je kunnen zeggen?
Dat bijt enorm. Behalve dan dat in de huidige verdragen, de huidige afspraken die we in Brussel hebben, in de EU hebben, kun je daar een lidstaat gewoon helemaal niet zo makkelijk op aanspreken. En daar gaat nu de discussie over bij de nieuwe meerjarenbegroting, de MFK, vreselijk, ik vergeet meteen die afkorting, maar voor ons allemaal heel belangrijk in Brussel. Dat gaat over 7 jaar, hoe we in een periode van 7 jaar het geld gaan verdelen over alle lidstaten. Daar gaat dat voor het eerst nu waarschijnlijk een hele grote rol spelen, dat je dus een land met subsidies kan straffen, terugnemen, als ze zich niet houden aan de regels. En is dat iets, laten we maar meteen breder maken, Judith, is het iets wat, wat Orbán wel vreest, dat die geldkraan een beetje dicht gaat? Ja, want niet alleen Orbán, maar ook de Poolse regering dreigt dat ze überhaupt het compromis over het meerjaren financieel kader, dus de meerjarenbegroting, zullen blokkeren als zulk soort plannen voortgezet worden. En daarnaast wil de Europese Commissie ook überhaupt gelden van Oost- en Centraal- en Oost-Europa meer in Zuid, naar Zuid-Europa gaan bewegen. En dat zien landen in Centraal- en Oost-Europa ook als een vorm van afstraffing. Dat heeft nog niet eens te maken met we halen subsidies terug als je je niet houdt aan Europese waarden en de rechtsstaat. Dus dit speelt enorm. En de burgers van Hongarije vinden het ook gewoon heel prettig om lid te zijn van de Europese Unie. Dus het blijft enorm wrikken. Precies, want ik begreep dat 80% van de Hongaren eigenlijk pro-EU is. Hoe verhoudt zich dat dan met die enorme steun, bijvoorbeeld voor Orbán? Kati, heb jij een idee? Ja, hij presenteert zich niet als, hè, dat hoorde je onze collega eigenlijk zeggen van de MSP, Ujhelyi in de film. Hij presenteert zich niet als iemand die Hongarije uit de EU wil halen. Hij wil de EU veranderen. En dat is een beetje, dus je kunt niet zeggen dat de mensen uit de oppositie in Hongarije nou voor de EU zijn en de mensen die op Orbán stemmen tegen de EU zijn. Nee, alleen ze zien wel een hele andere EU voor zich. Of het verschil, we zijn voor Europa, maar tegen Brussel. Waarbij je op Brussel alles kunt projecteren wat je maar wil. Wat ook in het Nederlandse debat eigenlijk zo gedaan wordt. En dan Europa als iets ziet van ons allemaal. Maar dat Brussel staat daar los van. En daar zitten rare bureaucraten die besluiten nemen die wij niet kunnen overzien. Maar dat is de populistische retoriek die we natuurlijk ook in Nederland steeds meer horen. Ja, dat zeg ik. Die zie je hier ook. Ja, maar zo gebruikt Orbán ook. Maar er zit ook iets anders bij. Kijk, Orbán, heel veel Hongaarse politici hebben dat. Die zijn heel erg gewiekst. Je ziet er inderdaad jullie collega, zeg je? Nou, jij dan misschien net niet, maar je bent ook maar een half... Nee, ja, sorry. Ja. Maar jullie collega inderdaad zegt het, hè? Het is een soort van dubbelspraak, hè? Heel handig, heel gewiekst. Kijk, die migratieagenda, daar pakt hij mee uit, maar dat speelt totaal niet. Er is geen migrant te bekennen in Hongarije en de migranten die kwamen een paar jaar geleden, die wilden door en die er nog komen, die komen er niet in. Dus, maar daar maakt hij een enorme show van. En dat vinden de Hongaren wel prettig. Maar de Hongaar zelf is ook zo slim genoeg om te weten dat elke politicus gewiekst is. En op dat andere dossier, de corruptie, het geld wat hij binnensleept, daar zit het grote probleem. Maar daar speelt Orbán dus zijn gewiekste spel. Hij is het hele democratische en mediaveld daaromheen, wat eigenlijk heel kritisch daarop zou moeten zijn, is hij aan het afbreken. En daar moet het over gaan. Dat is het debat. Die migratie is niet bestaand. Het is gewoon eigenlijk een showcase, zeg je. Absoluut. Maar nog even terug, want die corruptie komen we zo meteen nog op. Jij zei net, Hongaren hebben altijd zo dragen uit dat ze zo anders zijn. En dat misschien zou botsen met zo'n EU. Wat voor soort anders botst dan met het waardestelsel dat de EU is? Nou ja, ik denk toch dat je niet moet onderschatten dat, misschien hebben Polen dat net zo, lijkt mij wel. Het is nog niet zo'n hele lange periode dat Polen, ook Hongaren, Slowaken voor het eerst het gevoel hebben van we kunnen nu eindelijk eens een keer soeverein beslissen over wie wij zijn en wie, wat onze cultuur is en wat onze taal is en wie wij wel of niet in de toekomst willen zijn. Zag je dat gezin ook zeggen? Ja, we hebben op één volgende overheersers. Ja, ik zou dat gezin zeker niet voor een beetje dommig verslijten. Dat is een heel, dat zijn mensen die vroeger op de PvdA stemden, zeg maar. maar waar waren we? Misschien dat jij even wil reageren. Nee, maar goed, ik bedoel, dat gezin is denk ik
heel typerend voor het debat. Eigenlijk als je doorvraagt, dat vond ik er zo leuk aan. Hè? Hongaren, als je ze aan zou spreken op straat, dan weet jij misschien ook, omdat je daar als correspondent hebt gezeten, en je zou ze vragen, wat vindt u van Orbán? Zeggen ze, we lopen door. Hè? Dit gesprek hebben we geen zin in, ongeacht of ze nou voor of tegen hem zijn. Op het moment dat je met ze in gesprek gaat, wat zijn uw wensen, wat is uw vrees voor Hongarije? Nou, eigenlijk werkloosheid en dat onze kinderen weggaan. Hè? Dat was eigenlijk de angst die dat gezin met 5 kinderen had. En vervolgens, op een gegeven moment, ik was zo naïef, op een gegeven moment, zij wilden graag een voorgesprekje hebben voordat we gingen draaien. En toen hoorde ik die man zeggen, ja, eigenlijk ben ik bang dat de EU uit elkaar valt. En die vrouw zegt, nee joh, maar dat is haar vraag niet, moet je niet over beginnen. Oké. Dus wij gaan draaien en op een gegeven moment, dat is interessant, er komt een pro-Europees verhaal uit. Dus ik zeg, nou meneer, ik hoorde u net zeggen dat u bang bent dat de EU uit elkaar valt. En hij zegt, ja, omdat niemand snapt dat we hekken moeten bouwen. En ik ben bang dat al die andere Europese leiders dat niet begrijpen. En dat straks die EU uit elkaar valt. Dus ik zag ook met mijn naïviteit dat ik dacht, nou, er komt straks een heel pro-Europees verhaal uit. En dan merk je weer dat je ook zelf heel erg in je frame zit van Nederland. Hoe wij hier ook tegen dingen aankijken. Ja. En het is wel schrikken hoe, want Tijn heeft gelijk, op het platteland in Hongarije heb je geen onafhankelijke mediatoegang. Heb je niet. Nog tv, nog radio. Nee. Boedapest is anders. Daar zie je ook dat de oppositie nog steeds een meerderheid heeft. Maar heel veel mensen weten, horen dus ook niks anders maandenlang van die mensen komen eraan. Ja. Hey, maar jullie stippen een paar dingen aan die heel belangrijk zijn voor dit debat, denk ik. Het begrip soevereiniteit kwam Tijn al mee. Die hele kwestie rondom vluchtelingen, migratie. Oké, het is een showcase zoals Orbán hem gebruikt. Maar hij is wel misschien wel weer relevant, omdat in dat hele debat over die vluchtelingen die soevereiniteit zo in het geding is. Dat zagen we in ieder geval bij deze familie. In hoeverre botst die wens naar soevereiniteit dan met die wens om lid te willen zijn van de EU? Ik bedoel, op het moment dat ze lid werden van de EU was het natuurlijk duidelijk dat je een deel van je soevereiniteit afstaat. Judith. Maar mag ik nog één, want we kunnen al heel erg proberen te verdiepen in de psyche van de Hongaren. Er zitten er vast een heleboel in de zaal die dat veel beter kunnen dan ik dat kan. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat economische kwesties en wanneer je onafhankelijk bent geworden allemaal meespeelt in jouw idee over identiteit en soevereiniteit. Maar dat leidt nog allemaal niet tot begrip voor het feit dat hier een regering zit die dat allemaal gebruikt. Niet echt hele interessante sociaal-economisch beleid uitstippelt voor zijn bevolking, maar wel overal de rechten uittrekt. Dus ik ben zo bang dat als we in onze zoektocht naar begrip voor het stemmen voor Orbán, moeten we vooral niet vergissen dat we geen begrip hoeven te hebben voor het feit dat hij dat allemaal gebruikt om ondertussen dat land eigenlijk verder naar de afgrond te laten afglijden. Precies, dat is het verhaal over. Dat is het verhaal ook over corruptie en dat hij natuurlijk het land ook gebruikt. Dus zoals die jongen zei, hij heeft de sleutels van die parlementariër, heeft de sleutels van de schatkist. Nou, maar hij is stinkend rijk geworden. En ik bedoel, er zijn allemaal mensen nu die vroeger bij hem in het dorp woonden en gewoon met hun handen werkten, die nu allemaal hele grote bedrijven bezitten. Ik kan zijn optreden, ik ben niet geen psycholoog, maar een deel van zijn optreden gaat natuurlijk gewoon over het vullen van je zakken. En dat het feit dat macht fijn is om te hebben en corrumpeert. Goed, daar gaan we het over hebben. Maar dat doet toch ook niks af aan het feit dat hij zeg maar in te spelen op de sentimenten van zoals ook die familie, die angst voor mensen die binnenkomen. Dat Orbán de vraag stelt, wij zijn Hongarije en wij soeverein en eigen als we zijn met onze eigen specifieke bijzondere cultuur. Wij willen zelf kunnen bepalen wie Hongaar zijn en wie niet. Kati, is die vraag illegitiem? Nee, maar wat hij dus voor zich ziet is het liefst een Europese Unie waar je puur overal veto op hebt als een land en dus niks hoeft te doen waarbij je ook solidariteit toont binnen de Europese Unie naar andere landen toe. Dat is zijn begrip, het liefst hoe hij de EU voor zich ziet. Dat is ook hoe hij kijkt intern in Hongarije. Hè, waarom heeft hij gedaan met rechters wat hij heeft gedaan? Dat is allemaal onder het principe, ik ben door het volk gekozen. Door wie bent u, meneer de rechter, gekozen? Hè, hetzelfde wat hij doet met journalisten. Ik ben de vertegenwoordiger van het volk, niet de journalisten. Dus alles wat te maken heeft met checks en balances in het frame van Orbán
is niet democratisch. Dus wat hij doet, de afgelopen week weer, is weer voor honderden miljoenen euro's een volks, hoe noemt hij dat altijd, een soort volksreferendum uitschrijven. Bepaalt hij zelf altijd de vraag. Het was nu weer een consultatieronde. Hij heeft nu weer een consultatieronde uitgeschreven. Vindt u ook niet dat het tegengaan van de inkrimping van de Hongaren, hè, daar komt het op neer. We hebben minder Hongaren dan 3 jaar geleden, want heel veel mensen zijn ook weggetrokken. Vindt u niet dat we dat moeten oplossen door extra subsidies te geven aan families, in plaats van hier migranten, daar hebben we ze weer, die er niet zijn, hierheen te halen? Dat is zijn begrip van democratie. En de campagne voor zo'n consultatio, die is helemaal in regeringshanden, neem ik aan. Totaal in regeringshanden. Ja. Maar als dit allemaal een show voor de bühne is om te verhullen dat er eigenlijk een kleptocratisch bewind aan de macht is. Wat moet er dan gebeuren, Judith? Waar zit dan, in welke richting zit dan de oplossing? Nou, wat me zo verdrietig maakt, is dat dit niet uit de lucht komt vallen. En dat je vanaf 2010 tot nu de boel ziet verslechteren. En dat anderen in Europa weggekeken hebben. Dus waar ik denk dat de Hongaarse bevolking heel veel beter corrigerend had kunnen optreden als ze zich van buiten meer gesteund hadden gevoeld. En dat hebben ze niet. En ze zijn ook niet gesteund. Ik kijk even naar Tijn. Dan is dat zo? Want de buurlanden maken een soort gelijke beweging. Ja, ik denk wel. Ja, ik weet niet of jij dat ook bedoelt, maar de EU heeft heel lang weggekeken, inderdaad. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die grote Europese politieke familievormingen die we hebben. Je moet natuurlijk bij de volgende verkiezingen, in mei 2019 zijn er weer, moet je natuurlijk weer sterk staan. Dus de EVP, de grote machtspartij van Christen-Democraten, daar zit Orbán bij. En in hoeverre speelt daar ook... Die wil je niet laten vallen, hè, zo'n Orbán. Maar in hoeverre speelt daar ook een soort van geopolitieke noties de hele tijd? Dat als je Hongarije van je vervreemd en afduwt, dat dan Poetin met open armen klaarstaat? Ook dat, zeker, ja. Nou kijk, op de Balkan heb je dat fenomeen, dat is een paar jaar geleden eigenlijk al begonnen, zo zie ik het. Daar heb je al een afkeer van de EU gekregen, omdat de EU heel lang valse hoop heeft geboden. Valse hoop op? Nou ja, we zouden ze er ook langzaam bij gaan trekken. Maar ja, ze blijven maar in die wachtkamer zitten. En dat gaat nu omslaan in een soort van aversie tegen de EU onder jongeren. En ik ben heel erg bang dat de jongeren die nog blijven, gelukkig, in Boedapest, je had het in de film ook al over, de brain drain, dat in ieder geval nog de jonge intelligente mensen, dat die langzaamaan ook iets beginnen te krijgen van Brussel. Op jullie hebben we mooi mogen rekenen. Nee dus. En nou komen jullie ineens nu even de scheidsrechter spelen. Niks tegen je, natuurlijk, ja, want jouw rapport is zeer effectief. Nogmaals, jouw rapport voor 3/4 is dat gelukkig nog wel door onafhankelijke websitejournalisten bij elkaar gelukkig nog geresearched. En jullie hebben daar als parlementariërs heel geweldig. Dat heeft een enorm effect gehad. Maar dus niet tegen jou, maar de EU en Brussel, zeg maar, wordt denk ik langzaamaan ook wel een beetje gezien als, jullie komen nu wel een beetje als mosterd naar de maaltijd. Jullie zijn een beetje laat. Ik vergelijk het met, je hebt een familie en je weet dat je oom je tante slaat. Je weet dat, maar het is een ander gezin en ze wonen in een andere stad. Dus jij bent niet de hele tijd getuige van het huiselijk geweld. Maar je weet ook dat je er een keer wat van moet zeggen. Want als je er niks van zegt, gaat je oom harder slaan. En misschien vinden anderen het ook wel een normale omgangsvorm dan. En gaan andere ooms ook hun vrouw slaan. En het wordt ongezellig met kerstmis in de familie. En je neefjes en nichtjes komen vaker bij jou spelen, want het is thuis niet te harde. Dus je weet, je moet een keer wat gaan zeggen. Doe je dat? En wanneer doe je dat? Nou, zo zie ik het debat tussen de 28 lidstaten. Ze weten heel goed dat oom tante slaat. En sterker nog, dat het steeds harder wordt, dat slaan. Maar het gebeurt niet voor je ogen. Het is een ander gezin. En zolang je niet met kerstmis bij elkaar hoeft te zitten, heb je er geen last van. En dat is waar we ongeveer nu staan. En het is tot bloedens toe. En ik weet dat het een hele erge emotionele vergelijking is en misschien smakeloos, maar wat er gebeurt in Hongarije is nogal smakeloos. Nou mag ik maandag aantreden bij de Raad van Ministers om mijn rapport te presenteren. Maar dat hebben ze expres om 8:00 ochtends gedaan, niet formeel, want ze willen namelijk niet formeel het Europees Parlement ontmoeten om het over dat rapport te hebben. Dus het wordt niet vertaald, het wordt niet genotuleerd, niet alle ministers zullen er zijn. En dat is wel een beetje tekenend voor de manier waarop ze er
erin staan. Terwijl je helemaal niet kunt permitteren om weg te kijken. Want inderdaad, ondertussen, in Roemenië gaat het niet zo lekker. In Polen gaat het niet zo lekker. Op Malta gaat het niet zo lekker. In Slowakije hebben we een probleem. Tsjechië. Doet u maar. En dat hele elkaar de hand boven het hoofd houden gaat enorm kosten in Europa. Omdat je uiteindelijk samen tot oplossingen moet komen. En nou, ze zijn gewoon niet meer bereid om dat met elkaar te doen. Maar we hadden het er net al over dat de raad, de regeringsleiders, die moeten nu gaan beslissen of er iets wordt gedaan. Wat er eigenlijk wordt gedaan, hè, met die artikel 7 procedure. Stel dat je dat sancties mogelijk worden. Is het mogelijk om sancties uit te voeren zonder dat het onmiddellijk als een backlash terugslaat op de Europese Unie en Orbán sterker maakt? Ja, dat is hetzelfde debat wat we altijd hebben over vind je dat je pak een beet in het verleden sancties tegenover apartheid Zuid-Afrika kunt invoeren. Of meneer Mugabe in Zimbabwe, daar waren sancties zodat zijn tegoeden bevroren werden. Iran in het niet zo lang geleden nog. Moet je dat soort sancties doen of raakt het vooral de bevolking en keert men zich tegen je? Dat vind ik heel erg moeilijk. Maar wat ik heel erg zeker weet is als je niets doet en ook niet het politiek signaal afgeeft, dat dan ook een heleboel mensen die nu nog denken verandering is mogelijk, ook via de democratische weg, dat die dat geloof verliezen. En Europa is uiteindelijk een samenwerking die gebaseerd is op wil. En politieke wil. En als die er niet is, ja, dan sta je met... Het is eigenlijk alsof je ruzie krijgt met een taxichauffeur. Als het een gewoon gesprek blijft over iets, dan gaat het wel. Maar als je met een taxichauffeur ruzie krijgt en hij zegt, gaan we brutaal worden? En dan ben ik verloren, dan kan ik het niet meer. Want dan gaat het naar een ander niveau. Niet meer naar het gesprek, maar meer naar de vuisten. Nou, zo wordt Europa niet gerund. Van gaan we brutaal worden? Het normaal gesproken is het een gesprek. Alleen we hebben nu een premier die van het gaan we brutaal worden type is. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar even, we zitten wel een beetje met z'n allen in een catch-22-situatie. Ja. Want je kunt de EU, wat ik net zelf ook deed, en jij bent dat vanuit het parlement aan het doen. We kunnen met z'n allen de EU oproepen van, hey, daar waren we toch voor, met z'n allen, om de waarden te verdedigen en te bewaken. En ook aan onze vrienden, die er allemaal bijgekomen zijn, om dat ook, dat die het ook allemaal gaan doorvoeren. Het probleem is, dat is inderdaad heel mooi, daar is die EU voor. Tegelijkertijd is de EU ook gewoon een ordinaire politieke tent, een circus. En dat is nogmaals, dat zijn die grote politieke families die zometeen naar de verkiezingen moeten. En dan, dat bedoel ik met Catch 22, dan heb je een Boyko Borisov in Bulgarije. Ooit ontmoet iemand, die heeft ook een flinke goede boevenbende om zich heen. Dan heb je een sociaaldemocraat uit de partij van... Kati Piri hier, Liviu Dragnea in Roemenië. Dat is werkelijk de grootste boef die je kan voorstellen. Ga ze maar door. Maar de liberalen hebben nog hun boef in Tsjechië met Babi's. Ga ze maar door. Maar wat moet je als EU aan met boord. Dit soort gasten? Maar die moeten jullie dus eruit flikkeren. Ja. Heel simpel. Dus dames, ga eens je politieke werk doen. Volgens mij hebben de Groenen niet zo'n probleem, want die hebben geen zusterpartij in Oost-Europa. Helaas. Nee, dat klopt. Ik ben een beetje eens, Stijn, maar ik wil toch ook... Dan is de discussie ook, klaar. Kijk, we zien nu allemaal waar het toe leidt als je niet op tijd ingrijpt. Eerst had je alleen Hongarije. En zo keek men er ook naar. Ach, dat kleine land, 10 miljoen mensen in Oost-Europa. Weet je, komt op een gegeven moment weer een andere regering, is het probleem opgelost. Toen kregen we Polen. En nu een... Ik bedoel, je ziet ook dat de vlek wordt groter op het moment dat je niet optreedt. Maar is het een pleidooi om veel eerder ook bij de landen die Tijn net noemt onmiddellijk in te grijpen? Absoluut is dat zo. Ik bedoel, we zagen ook in de film 89 was Hongarije liep voorop. Dat was het land waarvan je dacht, weet je, dat wordt het eerste lid. Het ging er goed. Democratische hervormingen in een jonge democratie waren er. Het kan ook heel snel omslaan. En wat we ook zijn vergeten, we hebben een stok tot toetreding. Namelijk, dat was tot 2004. En op het moment dat Viktor Orbán aansluit naast Mark Rutte aan die regeringstafel,
dan houden alle programma's op. Alle trainingen van het maatschappelijk middenveld. In Oost-Europa is het maatschappelijk middenveld gewoon nooit goed ontwikkeld. We hebben de Hongaren op een gegeven moment zelfs naar Oekraïne gestuurd. Hè, om wat wij ze geleerd hadden, gingen de Hongaren in Oekraïne doen. Ja. Democratie brengen. Hey, we gaan even naar de zaal, want ik weet dat er heel veel mensen zitten. Nee, het is hartstikke interessant. Er zitten heel veel mensen die erg betrokken zijn bij dit onderwerp. Is er iemand die een vraag heeft voor iemand van ons panel? Ja, ik begin gewoon helemaal bovenin. Nu is de heilige wet dat ik die microfoon nooit afgeef, maar ik doe het even. Hele korte vraag. Hele korte vraag, want ik vond dat punt van Thijs Adé wel interessant. Toch even dan concrete vraag aan Kati Piri. Wat kun je zelf doen om te zorgen dat de Partij van de Arbeid niet de verkiezingen ingaat met een sociaal-democratische partner in Roemenië die eigenlijk hetzelfde doet als waar jij tegen vecht in Hongarije? Dus concrete vraag, wat kan jij zelf daaraan doen of wat ga je eraan doen? Meteen antwoorden? Ja, ik ga. Ja? Doe maar. Okay. Ja. Nou, wij volgen heel nauwgezet wat er in Roemenië gebeurt. En laat ik er geen doekjes omheen winden. We hebben daar heel veel zorgen over. Die bespreken we ook binnen de Europese sociaal-democratische familie. Er is net een... laat ik er één zijopmerking over maken. Wat er in Hongarije gebeurt, is 10 jaar gaande. En wat je in Roemenië ziet, is dat in Roemenië de eerste stappen dezelfde kant op gaan. Maar ik wil ook niet zeggen dat Roemenië nu op hetzelfde punt staat als Hongarije. Laat ik dat eerst duidelijk zijn. Maar als ik zelf voor waarschuw, wanneer je die waarschuwingen ziet, moet je ook ingrijpen. De Raad van Europa heeft net een rapport over die wetgeving in Roemenië gepresenteerd. Roemenië neemt per 1 januari het voorzitterschap op zich van de Europese Unie. Ik kan u vertellen, op het moment dat ze dus voor 1 januari die adviezen niet zijn opgevolgd, dat onze zusterpartij een heel ernstig probleem heeft met de Partij van de Arbeid. Oké, dankjewel Kati. Even kijken, was hier deze hoek nog iemand? Ja. Ik heb geen vraag, maar ik ben uit Hongarije. En ik wilde een grote dank zeggen voor beide. Wat u hebt gedaan voor Hongarije dit jaar. Ja, dank u wel. Even kijken, jongens hier in de middenflanken. Ja, wacht, ik kom naar u toe. Ja, ik heb ook een opmerking en een vraag tegelijkertijd. Is dat... Alle sancties wat vanuit Brussel richting Hongarije gaan, dat maakt Orbán in Hongarije zelf altijd sterker. Omdat hij kan het op zo'n manier brengen, zodat Hongarije, dus niet Orbán, maar Hongarije zelf wordt aangevallen. En hij, tot nu toe was altijd zo dat een hele grote deel van de Hongaarse bevolking nog meer gaat hem steunen. En daarom denk ik dat... het heel veel meer aandacht moet komen vanuit Hongarije zelf. Om de Hongaren bewust te maken van Hongarije, wat allemaal gebeurt. En zijn er daarover plannen, Kati? Zijn er bewegingen in Hongarije wat in die richting gaan en werken? Net. Oh, dat is de vraag. Ja. Nou ja, u bent Hongaars, denk ik, meneer. Dus u vraagt aan mij of wij weten of er plannen zijn in Hongarije zelf om zeg maar, het maatschappelijk middenveld beter te helpen. Zo begrijp ik uw vraag. Klopt dat? Ja, dat vind ik een wat moeilijke vraag. Dat weet ik natuurlijk niet. Wat ik wel zie, is dat op het moment dat daar Europese ruimte voor bestaat, geld voor is, want uiteindelijk gaat het daar heel vaak over, dat als je dat via de regering in Hongarije uitgeeft, dat het niet terecht komt waar het terecht moet komen. Dat is waarom het wel heel aantrekkelijk is om te gaan kijken hoe... Dat wordt ook door de Europese Commissie en het parlement aan voorstellen gewerkt... om dat wat we doen in ontwikkelingslanden... hoe steun je het maatschappelijk middenveld? Hoe kun je mensen empoweren om verandering in hun leven en in de omgeving aan te brengen... om zulke soort dingen ook in Europa vorm te gaan geven?
Dat is, en dat is eigenlijk heel triest om te moeten constateren dat dat moet. En dat is ingegeven door een collega van ons, van de Christendemocraten trouwens, een Pool. Die zich heel erg veel zorgen maakt over hoe dit in Polen gaat. Iedereen steunt dat zo'n beetje in het Europees Parlement, zou ik zeggen. Maar je moet je nog steeds afvragen of dat in een klimaat zoals dat nu bestaat in Hongarije, waarbij de regering iedereen heeft verteld dat organisaties die van buitenaf gefinancierd worden buitenlandse agenten zijn. En in dat klimaat is steun van buiten, denk ik dat eigenlijk vooral mentale steun van buiten de hulp gaat bieden. Ik zeg niet dat we niet moeten blijven financieren, alleen het wordt wel steeds moeilijker. En ik denk dat de sancties vanuit Europa, ik begrijp wat u zegt, maar als we ze niet doen, dan zeggen we eigenlijk, hij mag dit doen, dit is oké, dit wordt niet gesanctioneerd. Maar dat we die vorm moeten geven die vooral moreel is. Dit is onacceptabel in Europa. En dan, laten we heel eerlijk zijn, is het heel moeilijk om ongedaan te maken wat de laatste paar 8 jaar stuk gemaakt is. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Uiteindelijk kan een land zich nooit, kan een bevolking zich nooit onder het juk van een autocraat uitwurmen zonder hulp van buiten, maar zeker niet zonder echte interne steun. En dat is wat u zelf moet organiseren. En dan is het heel jammer om te zien dat de oppositie in het land Hongarije behoorlijk zwak is. Oké, dankjewel. Geen opwekkend type hier, I know. Wacht, ik heb hiervoor nog een vraag. Even kijken, hebben we nog tijd? Ja, 1 of 2. Dag. Ja, ik had de volgende vraag. We hebben het over Hongarije en Orbán. We hebben het over Polen. We hebben het over Tsjechië. En de situatie die natuurlijk heel zorgelijk is. Nou herinner ik me ook een situatie de afgelopen, die daarvoor was. En dat was de heer Berlusconi. Als het gaat over de stappen die u had over de Frankensteinstaat, het beheersen van de media, het verrijken van de omgeving van de premier, de media, maar ook het juridische systeem. Is dat voor u dan een wezenlijk andere situatie in toentertijd? En hebben we er in die jaren op dezelfde manier over gesproken als nu over deze Zuid-Europese landen? Wat is het essentiële verschil? Is er geen essentieel verschil? En als dat zo is, waarom hebben we er dan niet op die manier over gesproken? Of is er wel een essentieel verschil? Ik ben in 2009 lid geworden van het Europese parlement. Een van de eerste debatten die ik aanzwengelde ging over mediaconglomeraten in Italië, over eigenaarschap. Want op dat moment Berlusconi natuurlijk zijn eigen media, of Finivest en Mediaset had, maar ook gewoon de touwtjes in handen bij de RAI en de andere publieke omroepen. Ik ben een paar stemmen tekort gekomen toen voor een vrij verregaande resolutie. Dat was dus al in 2009 of misschien begin 2010. En het speelde precies hetzelfde als wat Tijn net al even aanzwengelde. De Christendemocraten, de Europese Volkspartij, waar Forza Italië lid van was en is, wilden het niet hebben. En er is geen mentaliteit tussen lidstaten en in het Europees Parlement om landen direct aan te wijzen. Sterker nog, we hebben helemaal geen infrastructuur als Europese Unie om te zeggen, nou, we doen elke paar jaar voor ieder land een rapport over hun democratie. Wat bijvoorbeeld bij de VN wel gebeurt en bij de Raad van Europa ook. Ik heb mijn hele rapport moeten baseren op bronnen van buiten de Europese Unie. Want in de Unie hebben we jarenlang ervoor gezorgd dat je elkaar niet mag aanspreken. We hebben een agentschap in Wenen, dat is het grondrechtenagentschap. Die weten echt alles. Die kunnen zo, als je dat wil, een rapportje per Europees lidstaat produceren. Maar ze mogen het niet. Ze mogen van hun mandaat wel, wat is de staat van de LGBT in allerlei Europese lidstaten, dat naast elkaar zetten. Maar ze mogen niet alle losse indicatoren van één land bij elkaar plakken en zeggen, dit is de staat van de mensenrechten in Nederland. En dat mag gewoon niet. En dat is belachelijk. Mag ik even wat toevoegen? Het is natuurlijk wel een pijnlijke vraag die u stelt. Het is natuurlijk, je ziet het nu ook gebeuren met Italië, met de begrotingsregels. Die zijn nu laarslappen. Dan hebben we natuurlijk een probleem. Italië is een van de grondleggers en het vierde grootste land. Hele grote economie.
Dus ja, zeker. En het probleem is dat het natuurlijk ook omgekeerd weer heel slecht doorwerkt. Want dat voelen de Hongaren en de Slowaken en de Roemenen wel aan. Van, ah ja, en wij kleintjes, wij worden een beetje geslagen. Dus dat is een zeer pijnlijke vraag. Ja, het antwoord heb ik natuurlijk niet, maar... we kunnen het ongeveer wel raden wat het antwoord is. En zo, ja, zeg maar, zo pragmatisch gaat het er natuurlijk wel in deze machtspolitiek in Brussel aan toe. Oké, dank jullie wel. Er zit nog wel één verschil. En dat is toch ook de democratische cultuur en hoe erg die verankerd is in een land. En dat heeft ook heel erg samen met de geschiedenis. Ik bedoel, 89 is niet zo heel lang geleden, hè? Voor een hele generatie. Voor als mensen niet weten wat de rechtsstaat hen gebracht heeft. Ik bedoel, er zijn generaties opgegroeid in Oost-Europa die nooit in de democratie gewoond hebben. En puur dat snel naar EU-lidmaatschap gaan, dan kun je wetten misschien wel in orde hebben. Maar om te waarderen wat een onafhankelijke rechtsstaat jou wel of niet brengt. Ik bedoel, Trump is totaal geen democraat. Maar hij is wel toevallig in een democratische rechtsstaat. Is hij president geworden, waardoor hij nooit zoveel ruimte zal krijgen als een Orbán veel makkelijker die ruimte wel krijgt in Hongarije. Oké, dank je. Laatste vraag hier. Ja, dank u wel. Ik hoorde net Judith Sargentini zeggen, maandag presentatie voor de Generale Raad van de EU. Uiteindelijk ligt daar natuurlijk een groot deel van de macht om aan het werk te gaan met het rapport. Wat is de druk vanuit de Europarlementariërs in Brussel op hun lokale partijen? En hoe willen jullie dat debat gevoerd krijgen in die landen? Want uiteindelijk moeten nationale regeringen hierover gaan besluiten, toch? Ja, maar dit is dus de kern van het probleem. Hoe... Ik heb nu een Engels woord in mijn hoofd. Hoe... Mago, doe maar. Dat snapt iedereen. Oké. It's shaming the council into action. Dat is wat ik zoek. Of je moet ze op zo'n manier voor schut zetten. Of zichzelf laten schamen dat ze wat gaan doen. Nou, dat is een proces waar we al heel lang mee bezig zijn. Wat niet eenvoudig is. Wat inderdaad te maken ook heeft met... stellen politieke partijen in nationale parlementen de juiste vragen en sturen ze hun ministers met de juiste vragen op pad. En dan is het vervelend om te concluderen dat daar echt wel een Oost-West divide ligt. Want ik heb niet zoveel... Ik zou het fijn vinden als premier Rutte meer hardop over dit onderwerp praat. Maar ik weet dat hij achter de schermen in de Raad dit wel doet. En dit geldt ook voor bijvoorbeeld de Belgische premier. En ik weet dat de Ieren gaan komen. Dus er zijn er een heleboel die het ook reuze onprettig vinden om aan één ronde tafel met meneer Orbán te zitten. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg om tot echte actie aan te zetten. En er zit de mentaliteit achter van... als ik jou niet lastig val, dan val jij mij ook niet lastig. En er zit een chantage in. Bijvoorbeeld, de Hongaarse regering wilde onlangs een nieuwe afspraak voor ontwikkelingshulp aan Afrika niet tekenen. Het raakt ze helemaal niet, maar het is een manier om de boel te traineren en anderen weer wat toegefelijker te maken. Dus ik zou niet graag in die raad zitten met machtsspelletjes op... Wij zijn wel wat gewend qua machtsspelletjes in het Europees Parlement, maar in die raad is het denk ik nog van een heel ander niveau. Oké, dankjewel Judith. We gaan het volgen, hoe het verder gaat met jouw rapport en de artikel 7-procedure. Dank Katje Piri, het was natuurlijk jouw avond eigenlijk. Tijn Sade, dankjewel. En we gaan hier niet weg, dames en heren, zonder dat we even de man of the match toch nog eventjes hier het podium ophalen. Wouter Boy, het is jouw film. Dankjewel. Zoals u weet, u komt vast vaker in de balie. Het debat hier op het toneel is eigenlijk altijd pas de opmaat voor de borrel naar de hand. Dat is eigenlijk het grootste feest. Dus we zien u zo meteen in de bar. Dank jullie wel en tot de volgende keer. APPLAUS